Yep. Live gaan. Ik heb één like, dat is knap. Ik doe het voortaan maar vaker. Op dit moment nog één. Oh, ik ga hangen. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Sorry. Sorry dat ik zo laat ben. Ik had geen stroom. En aangezien dat je tegenwoordig voor alles stroom moet hebben. En zeker mijn internet. Tja, duurt het wel langer. Maar goedenavond. Hier ben ik dan uiteindelijk. Hoi Helmi. Sammy. Oh, jij staat nog als admin. Was ik vergeten. Ik wacht heel eventjes om te kijken wie er allemaal zijn. Ik zie dat er 9 mensen zijn, maar ik zie alleen Helmi en Sammy. Als er vragen zijn, graag met caps locks aan, dan wil ik het nog wel eens zien. Sorry. Ik ga vandaag deze plaat van Slave Beauty kleuren. Het is een grayscale. Heel veel mensen hebben nog geen grayscale gekleurd of hebben het bijna nog nooit gedaan. Dus ik probeer het rustig op mijn gemak op te bouwen. Ik heb kozen voor de kleur. Hoi Helma. Hoi Elle. Nee, dit keer ligt het niet aan jou Elle. Bij mij was de stroom eruit gevallen. Mijn aardlek schakelaar. Dus het duurde eventjes. Ik was pas, ik denk nou een minuut of twee online of zo. Ja. Ik ga maar de light vast kleuren. Ik heb op de groep enkele vragen gekregen. Welke kleuren overeenkomen met de Faber en de Derwent? Dus ik heb. Hoi Jessie. Ik heb in ieder geval een color chart van Faber Prisma en Derwent Soft. Om te kijken wat voor kleuren erbij komen. Jessie is volgens mij voor het eerst hier online, bedoel ik dan. Ik heb vanmiddag wel wat gedaan. Even kijken welke kleur ik wilde gebruiken. Dus ik heb niet stilgezeten. Ik zie nu dat ze best licht is, maar in het echt is ze echt. Is het grijs-zwarte weg. Dit was trouwens een kopie. Dit is het originele. De bedoeling is, ik doe vandaag alleen de skin. Dus de schouder en de jukbenen. En dan hier dat gekke dingetje onder je. Het loopt geloof ik onder je jukbeen. En gewoon het gezicht. En volgende week wil ik de haren gaan doen. Heb ik tijd over. Of ja, heb ik tijd over de besjes. Je mag ook gewoon doorgaan met kleuren. Er komt een map waar je hem in kan zetten. Hoi Maria. Dus nogmaals, ik heb de kleuren gekozen van de Light Fest. En dan moeten jullie me, als jullie echt mee gaan kleuren, wat jullie merk is.
Dan kan ik ongeveer overeenkomen welke kleur. Ja, Helma, zal ik. Vind je het goed als ik dat morgen online zet? Dan zet ik hem gewoon bij de color chart op de groep, maar dan gewoon tussen de opmerkingen. Twee kan ik er niet. Ik schaam me eigen een beetje, dus. Jessie, of ze moet een andere naam hebben op de groep. En Maria. Kan ik niet zo vlug voor de geest halen. Sorry. Ik ga ondertussen mijn puntjes slijpen. Iedereen die me kan, die weet. Ik moet spitse punten. En graag de vragen in caps lock staan, zien we. Lees Sammy of ik er niet overheen. Deze mag nog een klein beetje. Ik zit nog te twijfelen. Moet ik zelf op mijn eigen color chart kijken. Deze. Ben je ook lid van de groep op Facebook, Maria? Trouwens, ik gebruik deze puntenslijper gewoon, dat ik zeker weet dat ik fatsoenlijke, scherpe punten krijg. Nu weet ik niet, ik laat het nog één keer zien. Dit heb ik gedaan met de schaduw met Natural Brown. Deze kant heb ik de schaduw, dus de echt twee verschillende stukken, heb ik gedaan met Van Dijk Bruin. Dus zeg maar waar jullie voorkeur naar uitgaat, dan hou ik me eigenlijk een beetje aan jullie van hoe of wat. Zijn er andere die kleuren met een ander merk als Lightfast? Geen andere merken. Dus ik kan mijn color chart wegleggen. Polychromisch. Chromisch. Oké. Okay. Even kijken. Dan begin ik eerst met de donkerste kleur. Wacht even. Oké. Okay. Van Dijk. Dan gebruik ik Dusky Pink. Dan moet ik even kijken, wat was het nou? Faber. Dusky Pink komt overheen met. Cinnamon. Ik werk eerst Faber af. Van Dijk Bruin, Cinnamon,
Dan gebruik ik salmon. Dat is de medium flash. En de flash pink is light flash. Dat waren ze van de Faber. Voor de, ja, hoe zeg je dat? Die roes, de blos op de wangen kan je zelf kiezen. Ik heb aan deze kant heb ik wijnrood gebruikt, maar ik vond ze te rood. En aan deze kant had ik, even kijken, stiekem had ik heather gebruikt, maar ik wil toch een andere kleur. Pak ik wild lavender. Dus dan kun je eigenlijk zelf kiezen wat voor kleur je wilt. Even naar de Prisma. Van Dijk bruin. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Even mijn andere charts erbij pakken. Dus chocolate of light umber. Een van de twee. Light umber. Dan de Dusky. Prisma Dusky. Daar kan je voor gebruiken nectar of peach. Dan gebruik ik salmon. En dat is een kruising tussen Deco Peach en Flash Pink. Dan moet je de Light Peach pakken. Light. Helma, je kan ook zeg maar een gewone paarse of. Alla, heb je haast. Ik heb de polychromische kaart. Dit is echt alleen de huidstinten. Maar die wild lavender, dat is deze kleur. Maar je kan ook rood pakken, roze pakken, bruin pakken. Net wat je wilt voor een beetje blos op het gezicht te brengen. Joey, de wilbe, Indian Red kennen pakken, Beurt Carmen kennen pakken. Kapoet, Mortum, ja 169 of 263, die zijn allemaal leuk voor de wangen. Ik zit allemaal mijn wangen aan te raken, maar die mensen die dat ziet. Oké, kan ook. Ik begin met Natural Brown. Nee, Van Dijk bruin. Ik ga het toch proberen of ik het donkerder krijg. Ik ga altijd in het donkere beginnen tot aan het lichte. En je ziet hier heel. Moet ik hem inzoomen trouwens? Want op. Ik zit aan twee beeldjes te kijken namelijk. Kijken waar dat die is. Ik doe hem een beetje inzoomen. Maar alleen een klein. Maar in ieder geval het belangrijkste hou ik in beeld. Zo. Draai wel mijn plaat, want dan vind ik het makkelijkste kleuren. Ik begin dus altijd gewoon bij het donkerste. Bij grayscale tenminste. Bij het donkerste. Ik begin altijd met hele dunne laagjes. En ik werk zo naar het lichte toe. En deze laagjes die kan ik goed een paar keer herhalen.
Dat is ook iets wat ik doe. Ik kom bijna nooit, als ik eenmaal aan het kleuren ben, kom ik bijna nooit meer van mijn papier af. Zal wel een tik van mij zijn, maar goed. Ik vind het superleuk om een keer nieuwe mensen erbij te zien. Als jullie nog geen lid zijn, ik heb ook met Sammy een eigen groep. Waar wij wekelijks een livestream doen met gezamenlijk kleuren. En natuurlijk vraag en antwoord. Ik review zelf. En ook die reviews of YouTube filmpjes worden gedeeld. We bestaan pas, maar er komen hele leuke dingen aan. En de naam is ook Patrice. En dan de S weer met een hoofdletter. En dan Emmy erachteraan. Coloring. Aura. Zo doe ik ook nooit. Eerst alleen het voorhoofd kleuren. Nee, ik ga dan wat hier op dit moment klaar is, ga ik eerst door naar het rest van het gezicht. Oh, ik praat er vandaag langs. Hier doe ik ook altijd bewust eerst de meest buitenste lijn. En dan werk ik zo weer naar het donkere toe. Dankjewel, Sammy. De spullen die ik meestal gebruik, is het niet alleen het papier of het materiaal. Het komt eigenlijk altijd van coloring pencils af. Alles komt ook te staan bij de opmerkingen onder het filmpje. Mocht je het vergeten zijn, welke kleuren of zo, dan kun je altijd nakijken. Ja jongens, ik heb mijn medicijnen gehad vandaag, dus ik praat een klein beetje erlangs. Het weer is voor mij gewoon niet goed. Ik krijg nog steeds niet goed onder de knie dit. Ja, ik noem het eventjes voor het gemakshalve het cirkeltje. Heel gek, als ik rechts ga werken, draai ik de plaat altijd helemaal om. Vraag me niet waarom dat ik dat doe. Maar ik heb mijn eigen dat zo aangeleerd. En ik raakte al helemaal in paniek. Ik kan niet live.
alles is toch nog goed gekomen. Nogmaals, als er vragen zijn, geef een geel. Peri heeft zijn eigen vandaag voor het eerst bemoeid met het kleuren. Die zei vuurrooi lippenstift en blauwe oogschaduw. Toen zei ik nog, zeg. We leven echt niet meer in de jaren 80. Ik ga eerst even een stuk oor doen, want ik vergeet altijd de oren. Ik weet niet wat ik heb mijn oren, maar die worden bij mij altijd vergeten. Dus voordat ik verder ga met de rest. En het leukste van kreeskeer vind ik, het is een uitdaging om het grijs zo ver mogelijk, het liefst helemaal, weg te krijgen. En hoe meer kreeskeer de kleur, hoe moeilijker ik line art vind worden. Want dan moet ik alles weer zelf gaan zoeken. Waar komt de schaduw? Waar komt het licht vandaan? Dus ook ik leer nog steeds bij. Dit stukje was een hele lichte schaduw. Ik ben er toch met de bruine overheen gegaan, maar echt super super lichtjes, omdat ik hem dadelijk blend met een andere kleur. Ik hoop trouwens wel dat ik goed te verstaan ben, want dan ben ik eigenlijk, normaal vraag ik dat altijd. En ik was zo blij dat het toch doorging, dat ik het vergeten ben te vragen. Dus sorry hiervoor. Ik ben eventjes aan het lezen. Hoi Jouke, hoi Annette. Helma, wat is jou nog nooit gelukt met alleen potloden? Alla, kan je nagaan, ik heb mijn bril nog niet eens niet op. Dankjewel Jessie. Het is net, ik zit te kijken op mijn grote beeld, het is net of ik geen kleur op zit. Dankjewel Helma. Helma, wat bedoelde jij? Ja, wacht even. Ja, Elle. Ik ga daar straks met mijn... Ik neem aan dat jij ook bezig bent met Lightfest. Ik ga daar straks met de fles pink overheen. Helma, dat krijg je echt als je... Even kijken, ik pak even mijn plaat van vanmiddag erbij, want ik wilde twee kleuren uitzoeken. Dit is net of dat, in het echt is die foto, echt het, is het zwarte weg. Ik kleur eerst laagjes
echt dunne laagjes. En het kan goed zijn dat ik drie keer deze laagjes kleur. En op een gegeven moment, de meeste kunnen me, ik kom op een gegeven moment aan met mijn doezelaar, droog. En dan blend ik alles door elkaar in. En dan begin ik weer, gek genoeg, van voor af aan. Net zolang totdat ik vind, ja, hij is goed. Dus, dat komt echt goed. De meesten die mij ook kunnen, die weten dat ik van een hak op een tak spring in een tekening. Maar zo ben ik thuis ook. Ik ben echt een chaot. Een grote chaot als ik. Die bestaat er volgens mij niet op de wereld. En dan ook nog te lui om naar boven te lopen voor mijn bril. Dus helemaal. Kijk, ik ga hier nou voor de derde keer over hetzelfde stukje heen. En je zult dadelijk echt zien. Ja, ik heb het idee dat. Ja, ik zie kleur. Maar als ik op mijn scherm kijk, is het net alsof er geen kleur op zit. En bij die lichtere, echt het lichte, dus waar ik nu mee bezig ben, ga ik toch met mijn bruin echt super lichtjes overheen. Dat die gewoon eventjes een kleine deklaag heeft. En echte witte randjes, net zoals hier bij, ik weet niet hoe dat dingetje heet, onder je neus, naar je lippen toe. Dit ook echt gewoon wit laten. Nog hier een beetje. Oeh. Zo. Oké, ik ga nu de Dusky Pink pakken. Even lezen. Witte rand heb ik gelezen. Al het grijs rond krijg ik. Sienna. Nee. Bij deze plaat. Misschien dat ik daar Sienna gebruik. Als roes in plaats. Ja, roes. Als in plaats van de wild lavender. Dat ligt er bij mij altijd gewoon aan. Meestal wel, Helma. En dan kan ik goed dadelijk weer in één keer. Als ik zeg maar helemaal klaar ben. En ik heb zoiets van. Ze is niet zoals ik wil. Kan ik goed weer eigenlijk zeg maar. Weer van voren af aan beginnen. Echt gewoon van. Ja, ze is goed. Ik weet niet of ik hier. Ik kan eventjes een voorbeeld laten zien. Deze heb ik pas gedaan. En ik geloof dat ik dat gezicht. Met de rest van het lichaam. Ik geloof dat ik daar wel 5-6 keer overheen ben gegaan. Met de tweede potlood, dus de tweede kleur, ga ik terug in het bruin. Dus je blendt het bruin mee
naar het lichte toe. Ik weet dat sommigen die gebruiken blendpotloden. De andere gebruik weer blend medium. Bij de Lightfast gebruik ik zelf in het getrouwens. Over het algemeen gebruik ik in de gezichten helemaal geen medium, alleen een droge doezelaar. Gewoon om de kleine streepjes weg te werken. En ook dit, die ken ik goed. Zo twee keer doen, heb ik zoiets van, ik vind toch nog dat grijs zie. Oké. Ga weer lekker opnieuw beginnen. Ooit heb ik een plaat binnen een uur af qua gezicht en ooit ken ik dat goed. 2 dagen mee bezig zijn. Maar het is bij mij echt, vind ik hem mooi, is hij donker genoeg, is hij licht genoeg, zit er genoeg kleur op. En een droge doezelaar kan je het beste gebruiken, net zoals gewoon een blendpotlood of zo, als er meerdere laagjes op zitten. Oh, heb ik dat niet gezegd? Sorry, Dusky Pink. Dusky Pink was middelfles. Ik pak hem erbij. Oh. Wacht even. Dusky Pink, Dusky Pink. Na de... Helma Faber was dat, hè? Medium fles, ja. Nee, cinnamon. Sorry. Ik zal bij de volgende livestream, als ik weer een gezicht kleur en ik gebruik een of ander merk dat ik niet weet, zal ik van tevoren opzoeken welke kleur bij de Faber, Prisma en Derwent Colorsoft zijn. Dat zijn denk ik de meest gangbare potloden die er gebruikt worden. Helaas heb ik geen Arteza. Ik heb gisteren gekeken, maar ze zijn uitverkocht. En je had de 48 en nee. Als ik iets koop, dan wil ik wel meteen een hele set. Ik ben echt een hebberd. Ik ben klein, maar ik ben een grote hebberd. Hallo, hoe bevalt het eigenlijk om grayscale te kleuren?
Ik vraag en ik kijk gewoon niet naar de antwoorden. Dat is ook knap. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Anjo? Maar Helma, oefenen, ik doe al heel lang grayscale en ik leer nu nog steeds elke dag bij. Er is pas een leuk boekje uitgekomen van Ellen, die heeft een mandala grayscale. Is de eerste hier in Nederland. 5 jaar geleden zijn er een paar in het buitenland gemaakt. Maar daar heb ik niks meer van gezien of gehoord. En die van Ellen zijn gewoon lekker klein. En je, bij Ellen de boekje kan je echt heel goed oefenen. Bij Ellen is grayscale echt grayscale. Niet zeuren, grayscale. Je wilt grayscale, je krijgt grayscale. Op mijn YouTube kanaal staat ook het filmpje over het boekje van Ellen door boekje. Is echt leuk. En ik denk niet dat ik vandaag naar Peer luister, maar dat ik gewoon haar een natural look geef qua oogschaduw. Hij is blauw. Volgens mij leeft hij nog in de hippietijd. Blauw. Blauw, blauw, blauw. Je ziet ook als ik hier bij die witte highlights kom, dan kleur ik nog lichter. Ik zal zo direct even weer lezen wat er gezegd is, want volgens mij mis ik de helft. Maar ik zelf ben echt een grayscale freak. Ik zag ook dat mensen op plaat nummer 3 hadden gestemd. En als je nog nooit een grayscale hebt gekleurd of bijna nog nooit, dan was hij echt ontzettend moeilijk geweest. Ik heb mijn eigen er nog niet aan gewaagd. Zo donker vind ik hem. Maar ik zal hem zeker een keer gaan kleuren en ook plaatsen op de groep. Misschien wel een speedcoloring van maken. Met tekst en uitleg welke potloden. Ik zal dadelijk meteen even opschrijven de kleuren van de Faber, de kleuren van de Prisma. En anders maak ik wel een lijstje van, ik noem maar wat, Pablo die kleuren. Dat is de Faber van die kleuren.
En dan is het altijd bij de hand. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Dan heb ik nog een uitdaging openstaan om een keer een donkere huidskleur te maken. Ik heb wel donkere huidskleuren gemaakt, maar met pastelpotloden. Gewoon omdat ik het met potlood zit, dan zie je weer nog niet goed turf. Oké, even doorlezen. Moeilijk om dunne laagjes. Het is gewoon als je je potlood behoorlijk bovenpakt. En daarvoor pak ik altijd die hele spitse punten. Ik draai niet met mijn potlood. Dus ik krijg echt zo'n afgevlakt puntje eraan. Trouwens, je ziet het ook als het licht. Hier heb ik nog niet mee gekleurd. En hier zie je zo'n afgevlakt puntje. Even kijken. Antje had een gedag gezegd. Helma, ga je niet. Nee, ik ga echt. Met de tweede kleur ga ik terug in het donkere. Die trek ik mee naar het lichte. Ik zit al te kijken, ik mis iets. Die trek ik door naar het lichte. En dan zie je op een gegeven moment, hij is wit en heel lichtgrijs. Echt bijna tot het witte. En dan stop ik met de tweede kleur. Dus ik kan het hier nog wel een keer doen. Want ik ben hier niet tevreden over. Even mijn platte stukje zoeken. Zo. Je ziet dat ik hier over het donker ga. En ik neem hem mee. Naar. Het lichte toe. Hier is het wat lang. Maar hier zie je weer. Super lichtgrijs, net zo lichtgrijs als hier net boven de highlight, zeg maar. En hier, dit laat ik ook open. Dit heb ik ook open gelaten. Alles wat super licht wordt, laat ik open. Dan pak ik nu salmon. Van de Light Fast Salmon is van Faber Medium Flash en Prisma. Moet ik zelf gaan kijken. De Prisma Light Peach. Nee, Deco Peach. Bij de mond zie je hier aan de zijkant. Wacht even. Ben niet voor één gat te vangen. Pak even. Ik heb er twee van die platen. Hier heb je die donkere lijn. Ik zal het even met dit doen. Hier heb je die donkere lijn. Dan wordt die iets lichter. Je ziet hier dat cirkeltje. Donker, iets lichter en dan wordt hij bijna licht. Gewoon lichtgrijs. Het witte is echt rondom de lippen, is wit. Boven en dan dat gekke veetje boven je lippen. Ik weet niet hoe zo'n kring heet. En dan in dat cirkeltje zie je ook donkergrijs, lichtgrijs,
nog lichter grijs, wit. En dat witte bewaar ik voor het laatst voor de flash pink. En dan heb ik hier, doe ik dat ook. En hier, hier stopt de rand. Even kijken. Hier stopt de rand en dan wordt het echt wit. Ja, en ik vind de Luminance. Ik heb nou vaker met de Luminance gekleurd. En ik vind ze toch ook best lijken op de Luminance potloden. Helemaal. Hier heb ik die donkere. En dat is goed dat je over de mond begint. Want ik ben dat dus vergeten. Ga ik even over dat donkere heen. En ik trek hem een klein beetje naar beneden. En onder doe ik dat dus. Trek ik hem een klein beetje naar boven. Zie je het verschil? Nu? Oké. Ik pak nu... Even kijken. Ik ben helemaal verkeerd gegaan. Wat was ik nou eigenlijk... Jongens, ik weet het niet meer. Welke derde kleur ben ik nu bezig, hè? Ja. Ook hier. En dat is echt bewust voor dadelijk te doezelen. Of te blenden. Nu ga ik weer het allerlaatste stukje van het donkere. Dus hier. Van het donkere. En dan ga ik weer over de dusky pink heen. Met mijn salmon. Dus het laatste stukje van het donker. Het gehele van de dusky pink ga ik overheen. En zo werk ik naar het witte toe. En dan stop ik ook echt als het wit wordt. Met een heel dun laagje. Zodat ik dadelijk met de flash pink hetzelfde kan doen als ik dit moment doe. Het blenden van de kleuren al door elkaar. Als het goed is zie je ook het rondje op de voorhoofd steeds kleiner worden. Bij de neus pak ik gewoon echt alle kleuren die er zijn. Tot aan het witte. Even lekker blenden. Het witte streepje op de neus laat je gewoon tot op dit moment wit. En nu mag je bij de mond, Helma, wel iets verder met de salmon.
Het lijkt net of ik heel hard kras, maar dat komt. Ik heb nooit geen velletjes papier onder mijn tekening liggen. Ik doe het gewoon rechtstreeks op mijn bureau onderlegger. Ik ga nu gewoon horizontaal langs het lijntje. Ik wil dus niet buiten de lijntjes kleuren. Maar dat maakt niet uit. Want door het douchen wat ik daar doe, zie je die streepjes toch niet meer. Raar, maar waar. Oké, dan kom ik eerst aan bij de Ik ga eerst even lezen. Moeilijk om te tellen tot de ver binnen de mond. Elle, bedoel je wat super licht is, helemaal de kleur? Dit stukje doe ik zo direct met de flash pink. Maar met de flash pink haal ik alles terug. Zet ik wat meer, een klein beetje meer kracht. Kleur hem wel in, want anders is die de overgang te groot. Zie je hier wat kleur en dan hier in één keer een witte vlak. Nee, daar gebruik ik mijn lightvest voor. En mijn smokkelaar, mijn doezelaar. Wacht even. Cupido boogje. Zo heet dat boogje. Boogje boven je lip. Even op. Je bent een schat, Ellen. Hoe ver kleur je de wangen nu? Helemaal of laat je ook wat wit? Dit. Ik doe het met mijn douchelaar, want anders zit ik direct te vervelen. Dit kleur ik niet als rouge. Dus ik denk dat ik direct gewoon zo tot hier. Dus ja, eigenlijk tot aan de ik zit hier aan mijn eigen oorlel. Aan de oorlel en dat ik dan met een boogje van donker naar licht naar de onderkant van de neusleugel gaan. Dus zeg maar, dit niet. Oké, nou even kijken wat voor kleur ik ga gebruiken. Wat voor voorkeur heeft jullie voor wangen? Rood, ik heb hem in roze. Wacht even. Sienna, heeft iedereen Sienna? Sienna, ik moet hem even opzoeken. Ja. Want ik vond, met het paars en met de wijnrood, dit is wijnrood. En dit is het paarse. En dat vond ik
een beetje, als ik er zo op kijk, is het een beetje te rood, vind ik. Sammy, heb je Sienna? Kan ik kijken. Beurend Sienna. Eén moment. Moest eventjes spieken. Beurend Sienna, even kijken. Hanna, jij was bezig met Faber, hè? Beurend Sienna, Beurend Sienna, Beurend Sienna. Oh, hier, voor mijn neus. Ja, dat is dezelfde Helma. Sammy zit volgens mij helemaal in de kleurheaven. Ik ga het gewoon proberen. Is het niks, dan ga ik gewoon een andere kleur proberen. Dus ik ga vanaf hier. Dus, hier bij het oog ga ik tot hier naar beneden. En dan ga ik met een lichte boog. Wacht, ik zal het laten zien. Dat is makkelijker, denk ik. Begin altijd een klein, heel lichtjes. Zeg maar bij het begin van de oogschaduw. En hier komt mijn draai. Naar de onderkant van de neusvleugel. Je ziet het ook. Dan kan je heel lichtjes een beetje naar boven werken, wat nog grijs is. En dan zal ik direct iets gaan doen, even de doezelen. Dan doe ik mijn deze kant vast doezelen om het verschil te laten zien. Maar in een gezicht, echt, ik gebruik daar geen medium voor of zo. Dat vind ik echt zonde. Vind ik echt zonde. Op dit moment ga ik even douchelen. Je ziet er nog niet veel van de Sienna. Maar is voor mij direct makkelijker opbrengen. Hetzelfde als hier. Ik ga vast dit voorhoofd. Deze kant bedoel ik. Dan zie ik precies van, oh, daar moet nog die kleur bij. Daar moet nog die kleur bij. Maar dan zit er wel alvast het eerste laagje eroverheen.
Zie je? Nu heb ik gedoezeld en al is dit al donkerder als aan deze kant. Het loopt nou ook veel meer in elkaar overheen. Doe ik aan deze kant ook nog even de... Heel lichtjes, omdat daar heel licht grijs is. Dan draai ik hem er even om, want ik heb de lijn te pakken. Op de donkere, op het donkere stuk kan je weer gewoon, ja, niet losgaan, maar meer kleur afgeven als op dit stukje. Als je wilt, zou ik eventueel nog een klein beetje tot hier langs de neusvleugel kunnen gaan. Dat je echt, of je stopt bij de onderkant van de neusvleugel, of je trekt hem door tot aan de bovenkant van de neusvleugel. Ik zal hem nu voor nu bij de bovenkant doen. En dan kan je altijd zelf kijken bij de volgende platen wat je dus wel leuk vond, leuker vond. Doe ik deze kant ook even doezelen. Ik doezel tot in het witte. Ondanks dat ik nog niet met de light moet even spieken. Flashpink heb gekleurd. Ik weet niet hoe ver jullie zijn. Ik begin heel even opnieuw met de Dusky Pink. Want ik vind toch dat hier dit stuk te veel grijs is en hier. En dat wil ik niet. Ze moet een goede huidskleur hebben. Maar omdat ik dus geblend of gedoezeld heb, neemt hij weer heel veel laagjes op. Dit is geen eigen papier, want dit was een origineel vel van Christina. Normaal gesproken pak ik Clairefontaine 250 gram van de Paint On. Of ik pak de Crayon 160 gram. Die vind ik gewoon echt super werken. Pakt veel laagjes.
Jij mag de volgende keer niet meer meedoen, Ella. Foei. Nee, ik was even opnieuw begonnen, want ik heb echt zoiets van... Omdat ik dus net met de Sienna, ja, met de Sienna het rouge gedeelte heb aangebracht, vond ik dat mijn grijs na het doezelen te ver omhoog kwam. Dus ik ben... Dat moet dan bij mij meteen goed zijn. En dat wil ik dan ook meteen goed hebben. Dus zodoende dat ik eventjes half van voren aan begin met de dusky. Dusky pink, sorry. Ik was Helmi helemaal vergeten. Die is gewoon gaan kleuren en die denkt, joe. It's color time. Sammy hoor ik ook niet meer. Die is in het land der vergetende. Maar Ello, wat vind je nou van portret in grayscale? Want de vorige keer zei je nog van, ik vind het best eng, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Oh, sorry, hier zie je Dusky Pink, Polychromos, Dusky Pink, Dusky Pink. Oh, Dusky Pink was Cinnamon, sorry. Nee, ik heb... Still Helmy. Ik had net al heel stiekem met lichtste kleuren al gedaan. Ik denk, ga ik dadelijk wel met de Dusky eroverheen. Still. Ik ga de artiesten aanschrijven... Leuk, portretten, laat de oren... Sorry, laat de oren weg. Vergeet ik toch. Daarvoor doe ik Elle altijd. Zeg maar, ik begin eventjes voor Elle opnieuw. Ik ben met Van Dijk begonnen. En dan werk ik echt het gezicht... Hals, nek, schouders. Heeft ook nog gestel benen, dan de benen. Dat ik zeker weet... Kijk, ik leg mijn kleurtjes dus niet op volgorde hoe ik ze gebruik. Ik gooi ze gewoon... Nee, ik leg ze gewoon neer. Maar ik ga dan dus echt gewoon... Ik heb eerst deze, doe ik alles. Dan doe ik deze, alles. En nu wil ik mijn salmon. Want ik wil direct nog een keer blenden. Nee, ik heb alleen problemen met, zoals Helmi al zegt, vergeet de oren niet. Echt, dat is bij mij een ramp. Ik wil ze toch een beetje rossige, of rossige, hoe noem je dat? Een ros tint proberen te geven. Dus ik ga wederom over alles heen. Tot aan het, ja hoe zeg je dat, het allerlichtste grijs. Het wit doe ik echt pas op het laatst. Tenminste op het laatst. Want dan blend ik hem helemaal in met de flashpinkje hier. Ik vergeet die naam van de Lightfest. Flashpinkje. En volgens mij is er van de week aan mij gevraagd door iemand.
over doezelaars. En dan ben ik benieuwd eigenlijk of dat... Was dat niet... Helma. Helma, had jij nou nog doezelaars gekocht? Ik ben niks nieuwsgierig hoor, maar ik wil alleen alles weten. Oké, ik ben nou toch bezig met het gezicht, dus ik maak het gezicht even af. Dat doe ik met de Flash Pink. Dat is voor de Faber Light, Flash. Voor de Prisma is dat de Light Peach. Wie? Oh, sorry Helma, ik dacht dat jij het was. Want Anjo... Caris, die is volgens mij ook voor het eerst, dus ik... Met een wattenstaafje? Wow. Oh nee, daar heb ik geen geduld voor. In ieder geval met de flashpink ga ik over alles heen. En ik ga lichtjes... Over de highlight vlekken, highlight stukken, maar ik blend wel met alles met de allerlichtste kleur. Maar gek genoeg ga ik er daar weer met een doezelaar overheen. Volgens mij lig ik 's avonds met een doezelaar in bed. Ik moet een doezelaar. Ik heb iets onder mijn blaadje liggen. Oh, wat erg. Zo, en dan doe ik hier de gekke rondje op de kin. Het rondje op de neus. En dit dingetje. Ik mis iets. Kijk, tijdens het kleuren kom je altijd achter van, oh, hier zit geen kleur op dat grijs. Dus dan werk je er gewoon even rustig bij. Elle vroeg in het begin van het filmpje, wat doe je met de witte lijn langs het gezicht? Die kleur ik in. Met de allerlichtste potlood. Dat je toch die gloed, zeg maar, in haar gezicht behoudt. Ik wil iets meer kleur. Ik ga toch kijken naar het paars. Heb ik nog iets meer? Nee, wacht. Ik word gek hier. Ik heb te veel rommel op mijn bureau. Ik wil ze toch iets van make-up geven hoor. Tenminste de wangen. Ik wil haar gezicht klaar. Nee.
Ik ga toch voor paars. Sorry. Waar ik met de Burnsienna daar straks overheen ben gegaan, ga ik nu heel lichtjes met paars eroverheen. Ik wil weten hoe dat het wordt. Die kleur doet niet veel, maar het haalt dit is ook niet veel. Welkom, ik hoop dat ik het goed zeg, Anjo. Ik ga nog een keer doezelen. Jullie worden gek van mij met mijn doezelen. Maar ik doezel nu ook het witte vlak mee. Dus echt van donker trek je alles naar het witte vlak. Doe ik hier ook. Trek het mooi naar het lichte toe. Is het in het beeld niet bij jullie nog steeds of dat ze grijs is? Ik zie hier kleur, daar word je gek van. En ik ga even iets anders proberen. Dat is het fijne van de Lightfast. Je kan gewoon, en trouwens met de betere merken, laat ik het zo zeggen. En als je echt met dunne laagjes werkt, kan je in feite blijven kleuren, laag op laag. Pak het papier niet, pak een stukje keukenrol of een doezelaar. Haal het bovenste, zeg maar eraf, de bovenste laag. En je kan weer gewoon gaan kleuren. Zo, ik vind dit toch een beetje mooier. Ga ik er wel met salmon overheen. Als je hier, ja, dat vind ik zo stom. Juist omdat je hier zo erop kijkt, is het echt
Wacht, ik ga iets proberen. Misschien ligt het aan mijn instelling. Nee, ze lijkt grijs. En nou, jullie hebben gezien hoeveel laagjes dat ik heb gebruikt. Ik ga natuurlijk geen flaten slaan, hè, want daar heb ik dus geen zin in. Want dan krijg ik dadelijk van... Patrice kleurt, ik kan echt niet kleuren. Ik kan nog geen grayscale kleuren. Ik kleur even iets vlugger door. Volgens mij zijn jullie al eerder klaar als ik. Dan pak ik bijna de verkeerde potlood. Ik pak de verkeerde potlood. Dat zullen we dus niet hebben. Zo, ik leg ze nu even op volgorde, want ze weet ik het eigenlijk echt niet meer. Jullie snappen natuurlijk wel dat ik op dit moment een beetje baal. Ja, kijk, ik zeg dan gewoon, maak ik een fout, maak ik een fout. En dat wil ik dus niet. Ik wil wel hebben dat fatsoenlijk gebeurt. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor jullie. Volgens mij krijg ik nu meer kleur. Helmi, ik kleur altijd met mijn daglicht. En dan, daar heb ik nooit geen problemen mee. Ik heb mijn daglicht lamp nog wel aanstaan als de zon schijnt. Ik ga nou volgens mij de goede kant op.
Ah, die stomme oren. Eens even kijken. Ah, ze krijgt kleur. Wacht even. Je spreekt het uit met G. Ango. Oké. Even denken. Die heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Ik ga nog een keer lichtjes overnieuw beginnen met. Met de hals. Ik weet niet waar ik gebleven ben. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt, dat er iets, zoiets verkeerd gaat. Daar baal ik echt van. Do,
du. Ik had tegen mijn man gezegd een uurtje, maximaal een uur en een kwartier en ik kijk net en ik ben weer boven mijn maximum. Wat niet de bedoeling was. Het grijs, valkoevers. Ik ga morgen ermee aan het werk. Had geen tijd vanaf het begin. En nu is in mijn bed en wel mooi om te zien. Dankjewel, Falco. Oh! Fijn dat je dat ook zegt, Corine. Oeps, sorry, ik had mijn lamp verkeerd staan. Oh, wat erg. Dit is dus gewoon echt stom van mij. Hoe dom kan je zijn? Sorry. Jongens. Maar dat komt omdat ik altijd werk met zo, met het licht, anders heb ik geen licht. Zit er nu... Geef niks, Sammy. Heb ik nu genoeg kleur op mijn gezicht? Ja of nee? Want ik zit naar twee beeldjes te kijken. Ik zit naar mijn eigen beeld te kijken. Het is het grote beeld. En ik heb het klein beeldje van YouTube. Die dus iets achterloopt. En dan zie ik dus het grootste verschil van kleur. Ik ga nog eens even iets proberen.
Zo, ik heb ze even ingezoomd. Meer kleur kan ik er echt niet op toveren. Echt niet. Even kijken, wat kan ik nog proberen? Wat kan ik nog proberen? Even kijken. Nee, dat heb ik gehad. Die heb ik gehad. Ik kan nog één dingetje proberen. Want ik heb echt gewoon totaal dezelfde kleuren gebruikt als die van vanmiddag. Dit zijn gewoon totaal dezelfde kleuren. Nee, ik ben heel even iets aan het proberen, Helmi. Ik ben er nu met natural brown overheen aan het gaan. Want ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Ik heb gewoon dezelfde kleur, want gebruikt. Of tenminste ondersteboven in mijn blik gedaan van die heb je gebruikt. Ik heb ze ook op volgorde gelegd. Dus ik heb ook gewoon wat ik altijd doe met mijn doezelaar. Dus jullie snappen natuurlijk wel dat ik baal als een stekker. Ik baal echt. Ik zit me hier op te vreten. Zit mij hier echt op te vreten. Maar ja, daar kunnen jullie niks aan doen. Dat is dus iets van mij. Dus ik ga eventjes een klein beetje op een vluchttempo doorheen. Even kijken wat hij doet.
het enige wat ik me eigenlijk dan kan voorstellen is, het ligt aan het papier. Dat dit origineel papier niet zo denderend is. Nee. Een vraagje. Wie van jullie heeft van Sammy de plaat gekregen? Oftewel zelf afgedrukt? Ik heb me eigenlijk niet voorstellen. Ik kleur gewoon het. Ik heb vanmiddag buiten gekleurd. Toen had ik binnen een half uurtje. Had ik dus de ene helft af met de ene kleur. En de andere helft met de andere kleur. En. Ja, het echt het enige wat ik me eigen voor kan stellen is dat het aan papier ligt. Oh, ik vind het zo rot. Ik vind het echt rot voor jullie. Dank u wel, Maria. Deze heb ik vanmiddag afgedrukt op mijn crayon. Even voelen. Op de crayon. En ik zal het laten zien. Dit is het origineel van Christina zelf. Deze kleur is exact hetzelfde als deze kleur. Helmi, en jij hebt gewoon fatsoenlijk kleur. En hier heb ik alles maar... Eén keer gedoezeld en van alles twee laagjes. Hier heb ik onderhand alles al vier laagjes. Volgens me. Ja, het gaat nou toch al fout, dus ik probeer nog één ding te doen. En anders maak ik een nieuw filmpje voor jullie. Maar ja, jullie hebben in ieder geval gezien wat ik vandaag heb gedaan. Ik begin me echt op te vreten. Ik weet, het is niet goed.
Ik wou zeggen, ben ik ook nog op de verkeerde plaat aan het kleuren. Crayonpapier kan je bij Color Pencils kopen, sorry. Even wachten, ik loop nou een stuk achter. Maar Maya zegt klopt. Ango, ik. Ja, de linker. Deze plaat. Die heb ik vanmiddag op eigen papier afgedrukt. Ik laat hem even zo ingezoomd staan, zoals je kunt zien. Ik heb alleen twee verschillende kleuren gebruikt. Hier heb ik Merlot. Ja, volgens mij rood gebruikt. En hier heb ik paars gebruikt. Om te kijken wat ik het mooiste vond. Ik heb nu hetzelfde gedaan en ik krijg gewoon niet meer kleur erop. Sammy, heb je ook moeite met het origineel? Ik ga nog één ding proberen. Hij is nou toch al half verpest, zeg maar. En dat is het laatste wat ik kan proberen. Eén moment. Ik kleur hem in ieder geval morgen nog een keer opnieuw. Het enige waar ik ga kijken is met mijn alcoholmarker. Chatrouwen is ook heel fijn papier. Ik ga nog eventjes kijken wat dat hij doet. Nee, dit is echt. En ik heb toevallig vandaag nog gezegd, ik zweer met de alcoholmarker, zeker bij de lightvast. En zelfs met op dit papier krijg ik met mijn, hoe noem je dat? Met mijn alcoholblender gewoon totaal geen kleur erop. Dus het ligt echt aan het papier. Jongens, ik maak morgen een nieuwe. Met de kleuren van vandaag. Dit is gewoon echt. Nou. Nou, maar mijn plaat, daar doe ik dus echt geen wip van maken. Deze plaat kan niet, want die heeft twee verschillende kleuren. Maar het verschil is gewoon overduidelijk. En dan ben ik ook bang dat ik als ik in het boek ga kleuren, dat het niet gaat lukken. Geef niet, volgende week een vraag.
Gaan we volgende week door met deze plaat? Met de haren en de ogen en de lippen. Dus ik ga stoppen. Dus wij gaan door met deze plaat volgende week en dan zorg ik dat de huidskin opnieuw gedaan is. Het ligt gewoon totaal aan papier, kan er niks aan doen. Dankjewel Maria. Nee Sammy, dat is niet in ander papier, dus je zult echt moeten blijven kopiëren. Helaas. Is goed. Ik zie jullie in ieder geval in de groep. We hebben het er nog wel in de groep over. En in ieder geval bedankt voor het kijken. Sorry voor alles. En tot de volgende keer. Mocht je het toch leuk vinden, alsjeblieft een like. Ben je nog niet geabonneerd, kan je eigen abonneren. Doei doei, wilt rusten voor dadelijk. Dag dag.